Hallo mensen, waren we weer. Ik wil iedere keer Splinter Cell, maar dat is het dus niet. Ik ben Dead Space 1 aan het spelen. Let's play. In de vorige aflevering hadden we net de... Altijd lawaai. Hadden we de benzinetoevoer of brandstoftoevoer weer hersteld. En nu gaan we volgens mij een ander onderdeel van de motor opstarten of zo. Ik weet zo niet wat dat ook alweer is. Het heeft een centrifuge. Het ziet er wel heel mooi uit, dat weet ik wel. Dat je gaat naar buiten, naar de, hoe heet het? Naar de ruimte in. Alleen ik zal dan wel te kampen krijgen met oxygen en dat soort shit. Now the centrifuge is offline. We've got 4 trillion tons of rock hanging off our ass, and without that centrifuge to balance the ship, the gravity tethers will pull us straight down to the colony. Oh yeah. I'm heading in there now to see if I can fix it. Dat is ik zo. Dat is niet buiten, dat is binnen. Maar het is even goed wel een mooi ding om te zien. Oh, wel ripper blades. Ah, kut. Oké. In de vorige aflevering heb ik een ripper binnengehaald. Linewax kan ik wel weer verkopen. Even kijken. Kijk, dit is de Ripper. Ja. Yeah. Ik heb volgens mij geen nood meer. Nee. Oké. Okay. Ik denk ik check het eventjes, maar ja, yeah. Oké. Okay. Even kijken. Even zien. Ik heb het gevoel dat hier iets gaat gebeuren. Ik weet niet wat wapen ik het beste kan pakken, maar... Decontamination sequence activated. Please stand by. Oh, dit bevalt me niks. Oh nee. Oh nee. Oké. Waar komen we langs? Oh. Dat is één. Waar? Oh, daar. Decontamination sequence complete. Ja, dat mag ik gewoon domme hopen. Ja, zonde. Zout erop. Die heb ik ook wel verdiend, vind ik. Ik weet niet van wie ze vroeger geweest zijn. Maar hartstikke bedankt. Daar langs kan ik hier links ook wat doen? Ja. Ik loop altijd eventjes door om te kijken of ik hier iets kan halen. Daar kan ik dus ook wat halen. Zo te zien. Een power node. En een beste lading credits. Keurig. Wow. Dat ziet er raar uit. Het doet me heel erg denken aan Aliens. En dat gaat nog terugkomen later in het spel. Dat zul je zien. Als je de film Aliens goed gezien hebt. En zo niet. Dan zou ik hem je zeker aanraden. Het is echt een science fiction klassieker. Dan weet je waar ik het over heb. Uh,
valt me niks. What the fuck is dit? Dit bevalt me helemaal niks. Oké, oh ja, dit wordt lastig. Ja, doeg, die heb ik dus hard nodig, hè? Wat kan ik het meeste missen? Nou, dat dus, hè. We gaan even saven, want ik ga hier waarschijnlijk op mijn bek. En dan zal ik de save nodig hebben om terug te keren. Pakken we de oudste, en dat is die. Ik weet niet meer wat het is, maar het is vast niet makkelijk. Als er een safe station vlak voor iets zit, dan is dat meestal geen goed teken. Dat spreekt voor zich. Entering zero gravity. Oh, dit verhaal. Oh ja. Zo. Hey, wat is dit leuks? Come on. Nou, die pakken we zo meteen wel als we terug gaan. Kan ik niet gewoon springen? Ja. Hey, moet niet wegvliegen. Stasis heb, want dit is mijn laatste ronde volgens mij. Daar. Awesome. Wee. Centrifuge activated. Re-establishing balance with planetary cargo. Gravity restored. Entry vacuum. Oh shit. Oh shit. Ik weet niet waar ik naar heen moet, maar... vast en zeker omlaag. You're doing great, Isaac. Centrifuge and gyros are both 100% and stabilized. Now get out of there and focus on the engine. I don't know how much time we have left. Oh,
like the semi. Ik hoop van harte dat ik het goed doe. Lopen, lopen. Ik ga dood. Oh, kut. Lopen. Nee. Oké, ik dacht dat ik dus naar links moest, maar dat blijkt dus niet zo te zijn. Waar ben ik nu gebleven? Hopelijk niet bij het begin van mijn save game. En dat zou ik wel een beetje kut vinden. Ja, schiet maar op. Nee, dat valt mee. Centrifuge activated. Re-establishing balance with planetary cargo. Gravity restored. Entering vacuum. Oké. Nou moet ik even snel zijn. Ik moet dadelijk eventjes doorlopen. You're doing great, Isaac. Centrifuge and gyros are both 100% and stabilized. Now get out of there and focus on the engine. I don't know how much time we have left. Ik denk niet dat ik het ga halen. Oxygen. Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee, oh nee. Nee, oh shit. Ga jij even dood of zo, hè? Waar moet ik eigenlijk heen? Nou, ik moet wel lopen. Oké, nog één keertje dan. Ja, ik heb niet anders hoor. Niet zeuren. Waar moet ik heen? Oké, ja, ik kom eraan. Ik ga al. Ik ga al. Ik ga al. Schiet op dan. Exiting vacuum. Awesome. En een save game er eventjes bij. Lijkt me wel even slim. Oké, dit is de oudste. Oké, ja. Open met die shit, motherfucker. Oh, kut. Oh, kut. Oké. Ik wist dat het ging komen, ik wist niet dat het nu ging komen. En het grappige was, dit is volgens mij het snelste wat ik ooit heb gedaan. Want meestal, je moet dus op dat gele spul schieten, dat is explosief. Maar meestal haal je dat niet zo snel. En ga je een heleboel gangen door voordat je dat haalt. Nou, mazzel voor mij dus. Goed, sorry. Het is maar goed dat ik mijn wapen heb afgewaardeerd. Oké, en toen? Natuurlijk. Hier was ik al eerder geweest, ja. Oh ja, die kamer. Nee, oké. Had ik trouwens nou eens een ja, zo'n ding gevonden. Dan weet ik het niet meer. Ja. Oké. Okay. Tolschrijfel, duidelijk tolschrijfel. Capacity. Cool, dan kan ik er 100 tegelijk aanhalen. Netjes. Ja, nou heb ik hem nog eventjes. Ik dacht dat ik die eerder ook al had kunnen zien, maar dat ik het gewoon niet heb gezien. Tada. Isaac, can you hear me?
It's Kendra. They attacked me. I ran for it, and Hammond just... He just disappeared. Kendra? Where are you? Nice to see you're alive and well, Hammond. I barricaded myself in the computer core. I can hear them moving outside, but I don't think they know I'm in here. I can log into everything from here. I hacked the route and found some reports from the colony. Even before they cracked the planet, the colonists were experiencing widespread dementia. It seems to be related to some artifact they found on the planet. Something called the Marker. I'll keep looking. I've got your location, and I'm going to unlock the door to fuel storage. You can get to the engine chamber from there. Yay. Stasis pack, plasma energy. Ik vind dat die line gun niet zo heel erg bijzonder eigenlijk. Oh nee, ik bedoel de ripper. Maar ik stop wel eventjes naar de... Hoppa. En line racks, die kan ik verkopen, want ik heb geen line gun. En... Ripper blades kunnen wel naar de storage. Voor het geval ik later denk van... Hey, weet je wat? Oké, 2 medpacks, 2 aircans. Oké, lijkt me wel goed zo. En 2 power nodes. Dat is de punt. Awesome. En hebben we hier ook toevallig een plekje om... Nou, wel een safe station. Ik stel voor dat we daar maar even gebruik van maken. Daar ga ik op deze aflevering bij afkappen. Dan gaan we even een slot zoeken. Dat is de oudste. Dat was deze aflevering. En ik zou zeggen, mensen, bedankt voor het kijken. En tot de volgende aflevering. Doei!